politiewerk Jeugdeenden. Hebben hier een feestweek voor de jeugd. Ze hebben heel veel tegenslag gehad. En daarom een smakelijke hart onder de riem. Wordt aangeboden door Bakkerij Verder, die is 24. Och, er zijn er meerdere! Wie is er blij om mij te zien? Ik heb begrepen dat al deze vrijwilligers jullie al jarenlang een schitterende week aanbieden. Dat die goed bevalt is te zien, want er zijn gewoon heel veel kinderen. Maar jullie hebben dit jaar ongelooflijk veel pech gehad. Jullie hebben het geweldig opgelost, want het vakantiewerk is er gewoon weer. Kinderen zijn in grote getalen gekomen. Dus daarom mag ik jullie namens Heze24 en Bakkerij Verder een schitterendere, maar bovenal lekkere taart aanbieden. Nou, haal de deksel maar eens eraf. Kun je eens kijken of het sowieso een lekkere taart is. Ik had eigenlijk een beetje de vraag van hoe populair is de jeugdvakantieweek in Lenen, maar die is best populair. Ja, je merkt het. We hebben dit jaar 165 kinderen, vorig jaar 185. We merken eigenlijk dat het ieder jaar een beetje schommelt. Het ligt er eigenlijk aan hoe hecht groep 8 is. Hoe groep 8, 7, 8, hoe de schoolgroepen, hoe hechter die zijn, des te meer kinderen doen er mee. En hoeveel vrijwilligers zijn hierbij betrokken? We hebben ongeveer een kleine 8, 9 bestuursleden. We hebben bijna 50 jeugdhulpen die meehelpen. En natuurlijk niet te vergeten onze sponsoren, want zonder die kunnen wij het allemaal niet mogelijk maken. Gemeente Heze-Lenen, die ontzettend veel heeft geholpen dit jaar met de voorzieningen. In verband natuurlijk de hagelstorm die we hebben gehad. En alles is gelukkig toch nog op zijn pootjes terechtgekomen. Dus alle tegenslag is weer vergeten? Ik moet heel eerlijk zeggen dat deze week eigenlijk soepeler ging dan voorgaande jaren. Maar dat komt ook omdat je na een aantal jaar heel erg goed op elkaar ingewerkt bent. Ja, maar tegenslag geeft ook wel vaak extra samenhorigheid aan je. Ja, dat klopt. Je merkt gewoon van heel veel bedrijven, ook ouders die bijvoorbeeld een groter bedrijf hebben, die zeggen kunnen wij iets doen? We hebben een aantal vaders die deze middag mee helpen afbreken. Jong Nederland heeft de tent voor ons gesponsord, die mogen wij lenen. De toiletwagen die hebben we natuurlijk snel moeten regelen, dat is ook gelukt. Het kwam prima op zijn pootje terecht. Jullie zijn hulptroepen van de organisatie. Waar houdt dat in? Wat doen jullie deze week? Ieder krijgt een groepje en je let eigenlijk heel de week op de kinderen. En je doet er van alles mee. Spelletjes, je rent ermee rond, je let op ze, je eet met ze. Ja. Dat is eigenlijk een hele taak. En hoe ben je er zo bij gekomen? Is dat omdat je vroeger zelf altijd al naar de jeugdvakantieweek kwam? Ja, vroeger zat ik er ook al op en dat was altijd super gezellig. En ja... Het is ook een goed excuus om af en toe toch nog een stormbaantje te doen of zo. Ja, dat sowieso, ja. Hoe wordt deze week afgesloten? Zijn daar tradities mee gemoeid? De traditie is dat we dadelijk, als gauw het afgelopen is, dan gaan we met z'n allen als een gek aan de gang om alles af te breken. Dus dat alles weg is. En dan om 7 uur zijn we meestal klaar met het grootste spul. En dan gaan we met z'n allen aan de grote tafel zitten met alle 50 jeugdhulpen. En dan gaan we eten. En daarna gaan we bij het kampvuur zitten om alles nog op te stoken. En dan mogen ze nog gezellig de avond afsluiten. Zijn jullie tevreden over deze editie? Het is helemaal super. Het is zo gezellig. Echt helemaal geweldig. Bakkerij Verder en Heze24, super bedankt. Woehoe!